In dit filmpje wil ik je laten zien hoe je werkt met tekst in InDesign. Net zoals in Illustrator, wat jullie al gehad hebben, gebruik je daarvoor het tekstgereedschap. En zodra het tekstgereedschap geactiveerd wordt, zie je hierbovenin de optiebalk, zie je een flink aantal eigenschappen die je kunt instellen. Vervolgens kan ik met het tekstgereedschap een kader trekken, zo groot als ik wil. Mijn cursor staat te knipperen en ik kan hier even wat tekst in gaan plaatsen. Dan kun je op verschillende manieren vervolgens je tekst selecteren en aanpassen. Door één keer, twee keer te klikken op een woord, krijg je het woord. Klik je 1, 2, 3 keer, pak je de hele regel. Klik je 1, 2, 3, 4 keer, dan pak je een alinea. En klik je 1, 2, 3, 4, 5 keer, dan heb je de hele tekst te pakken. Vervolgens kun je hierboven in dit optiebalkje kun je een lettertype gaan kiezen. En we gaan heel even voor de Myriad Pro. Daaronder kun je zien welke gewichten er vervolgens in te stellen zijn. Ik laat hem voor dit voorbeeld even op regular staan. Hier vind je de tekst, de fontgrootte. Dus hoe groot wil je dat het lettertype afgedrukt gaat worden? Je ziet hieronder, zie je de regelafstand, ofwel de interlinie. En je ziet ook dat als je de tekst verandert, dan verandert de regelafstand, die verandert automatisch mee. Die twee zijn gekoppeld aan elkaar. Wat valt er nu nog meer op, nou dat je hier tekst ingetikt hebt? Ik heb het lettertype heb ik net wat groter gezet. Ik zet hem er even op 12. En je ziet dat hier een klein vierkantje is verschenen met een kruisje erin. Dat betekent dat er momenteel in dit tekstvak meer tekst zit dan erin past. Dat kun je oplossen door het tekstvak groter te maken. Wil je nou de instellingen van je tekst gaan veranderen, dan kun je met het tekstvak geselecteerd op de rechtermuisknop drukken en dan kun je je tekstframe opties aanpassen. Hierin kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik mijn tekst wil gaan verdelen over meerdere kolommen. 1, 2, 3. Dan pak ik precies de kolommen zoals ik ze eigenlijk al in mijn layout, in mijn grid bedacht had. Een grid geeft je eigenlijk een aantal hulplijnen in het document mee waarop je je afbeeldingen en je teksten gaat plaatsen. Ik zet een tussenruimte, een gutter van 5 in. En vervolgens kan ik ook nog instellen of ik de kolommen wil laten uitbalanceren. Dus of dat hij de tekst moet verdelen evenredig over de 3 kolommen. Dat zijn een aantal instellingen die je kunt maken. Dit is één manier om tekst erin te plaatsen. Ik laat je ook nog even een tweede manier zien. En dat is de volgende. Ik pak weer mijn tekstgereedschap. En ik trek 1 kolom en ik hou daarbij de kolom aan die ik bedacht had in mijn document. Ik plak daar even, ik ga even hier alle tekst selecteren en kopiëren en die ga ik vervolgens in dit venster erin plakken. Natuurlijk past die tekst er niet allemaal in en dat zie je hieronder. Hier staat wederom dat tekentje dat er meer tekst in deze kolom staat of in dit vak staat als dat erin past. Om nu op eenzelfde manier dit soort kolommen te maken waarbij de teksten aan elkaar gekoppeld zijn, kan ik met mijn zwarte pijl op dat plusje klikken. En zoals je ziet komt de resterende tekst die niet in dit tekstvak paste, die komt aan mijn cursor te hangen. En vervolgens kan ik nog een kolom gaan trekken. Nog steeds past niet alles erin. En dan kan ik nog een kolom maken. Op deze manier bijvoorbeeld. Nou, je hebt twee manieren gezien om tekst te plaatsen. Hoe de tekst verder uitgelijnd wordt in een kolom, dat kun je vervolgens nog aangeven door alles te selecteren en bijvoorbeeld de teksten allemaal volledig uit te laten lijnen. Dit zijn alle uitlijnopties die je hebt. Probeer ze ook maar eens uit. Deze instelling, dus links alles uitlijnen,
En dan links, daar pakt hij de laatste regel, zeg maar. Dat is een heel veel gebruikte als je met tekstkolommen gaat werken in opmaak. Goed, hier kun je vast mee aan de gang. Veel succes!